Zo kennen we Curaçao, Caribisch vakantieeiland met gekleurde huizen. Maar in Amerika hebben ze een hele andere associatie met het eiland: baseball. Caught by Gregorius. Niet zo gek, want Curaçao met 150.000 inwoners heeft maar liefst 5 spelers in de Major Leagues. Een hoger percentage dan welk land dan ook. To short, Atwood advanced the runner. Oh, Simmons with a nice fake. Gregorius en Simmons zijn korte stop. Kenley Jansen is werper. Kenley Jansen, de closer. Jonathan Schoop speelt bij de Baltimore Orioles. Ook hij is een binnenvelder. To the Orioles second baseman. High drive, deep to center field. This one is belted. Going, gone! Home run, Jonathan Schoop. His third home run in 2 games. De laatste is korte stop Jurickson Profar van de Rangers. Geblesseerd dit seizoen, maar zeer talentvol. Profar. Pitch went down the line, high and deep. That is gone. And Texas has done it again. Zo is Curaçao een onwaarschijnlijke goudmijn van honkbaltalent. Er verschenen zelfs artikelen over in de New York Times. Begin december keerden de supersterren terug naar het eiland voor de Curaçao Baseball Week. Een uitstekende tijd voor nader onderzoek dus. Ook Andrew Jones, de man van $145 miljoen en de grootste honkballer van Curaçao ooit, is aanwezig. Als iemand het kan uitleggen, is hij het. Yeah, I don't know. You know, I think it's just in the water. You know, baseball being big in Curaçao for a long time. So way before I get there, and Hensley and everybody. So baseball always been big sport on the island. So all the kids are playing, and now. So many guys are making it to the major leagues and you know guys getting chance. So everybody's trying to get a chance and trying to chase their dream. Als Jones het over Hensley heeft, praat hij over deze man, Hensley Meulens, de eerste speler van Curaçao in de Major Leagues. Hitting coach van de Giants en winnaar van 3 World Series ringen. Hij is ook manager van het Nederlands team en als het moet slaat hij er zelf ook nog een bal uit. Hij kan dus vast wel uitleggen waarom er op Curaçao zoveel talent is. Ja, het moet wel in de water zijn. Papi, wat? Dat zei Andrew Jones ook. Papi, wat? Ik weet het niet hoor. Talent is ruw hier. En veel. Dus maar ja, we krijgen jongens die snel kunnen lopen, die hard kunnen gooien en die sterk zijn. En van allerlei dingen die op een honkbalveld noodzakelijk zijn. I think we're hungry a little bit. You know, we coming up and we see Andrew Jones and everybody want to make it. Everybody want to be a baseball player. Everybody want to be a big leaguer, you know, and everybody want to work hard and try to get there. Didi, Simmons, you know, they have something like they always want to win. They always want to work hard. And that's it, I think. That's it. Honkbal is populair dus en er wordt hard gewerkt. Maar dat geldt ook voor heel veel andere plekken, dus gaan we zelf maar op zoek naar de basis. De honkbalveldjes in de dorpen en in Willemstad. Op Curaçao schijnt bijna altijd de zon en het waait er nog vaker. En dat zien we terug op de honkbalveldjes. Die zijn dor en droog. Dit veld is extra bijzonder. Shonky Park, in een wijk in het westen van Willemstad. Niet omdat er kippen lopen trouwens, maar omdat het genoemd is naar oud-trainer Shonky Nicasia van honkbalclub Marchena. 4 van de 5 huidige Major Leaguers uit Curaçao leerden hier honkballen. Ook Didi Gregorius, 25 jaar, en Jurickson Profar, 22. Zij keren terug naar hun oude club, waar ze al een tijdje niet meer geweest waren. 2-3 years ago, I think it was. That long? Yeah, we had something down here, so we all came together down here. The same. Is this yeah. Same thing 3 years ago? What was it then? That you were here? Like a reunion or? No, they put the billboard over there. They put it there, so we were here for the billboard for the coach. Yeah. That passed away. Yeah. Did he train you? This guy? Yeah, growing up, yes, he did. How important was he for your career? Oh, you know, he's really a great coach, man. He was helping here. He was the one picking me up from my house and brought me to the field to practice. So it was really important for me, and you know, he helped me a lot growing up. So
It's amazing. It was good. Did you train him? He's actually my uncle, my grand uncle. Yeah, it's my mom's uncle. So, yeah, he brought me here too. Het ligt prachtig, Shonky Park, en het ziet er ook allemaal heel authentiek uit. Alleen, het oogt niet echt als een topsportfaciliteit. It's not grass. It's all dirt. It's all dirt. When we play here, it was all dirt, and it's just amazing. It was good because you know we started somewhere, and we started here, and then hopefully more guys from here goes up there too. And just amazing to see where we came from, where we at right now. Dirksen, did anything change here? No. Only the fences. Yeah. They put it back a little bit. It was in front of the hill over there. So it's harder to hit home runs now. No, I don't think so. I don't think so. I think they moved him back for a reason. So maybe the guys are hitting home runs, so they probably moved him back. How much time would you spend here? Three times a week. Yeah, three times a week. Just came in two times a week and practiced for like two to three hours tops. It was fun. So, Jurgen, you get here. Are you already wearing your gear, or is there a locker room here? There's no locker room. No locker room. Yeah. So just you came here already dressed. Came in dressed. For the game. Game or practice. Training yeah. session. Yeah. Yeah. We talked about the coach and about the success that a lot of players from this field have. What's so special? I think the dedication. I'm gonna say nothing bad about the other groups, but you know, I think we focus more here. I think we're a little bit more prepared and doing stuff. So I think it was amazing because we had a lot of guys that came here and helped us out too. So that's one thing that built us up, gave us the mentality to start working on it. Like little guys, we always want to beat the other teams, and we're still the same. Yeah. Yeah. Did you always win in your youth? Yeah. Yeah, we always won. Yep. Yep. You? Yeah, same thing. I think the whole groups from pre-infantile all the way to junior league, senior league, we always won when we were playing here. So we got a lot of trophies and everything when we were playing during our young days. This is the best club in Curaçao, right? One of the best. There's a lot of good clubs too. So I don't want to say this is the best, but all the clubs here are good. So there's a reason why there's a club and they're competitive. So you're very polite guys, right? Yeah. Gregorius en Profar zijn wel erg bescheiden over een club die niet alleen een hele serie Major Leaguers voortbracht, maar ook hofleverancier is van het Nederlands team. En dus praten we ook met een van de huidige coaches van de club, Fermín Coronel, over de basis van het succes. Nou, discipline en hard werken. En dat is niet alleen discipline op het veld, maar ook discipline buiten het veld, op het veld. Discipline van de spelers naar de coaches toe, voor het spel, voor hun medespelers, voor de scheidsrechters. Maar ook discipline buiten het veld. Je ouders, school, de buurtgenoten. Want één misstandje... dan krijg je het op het veld ook te horen van de heer Nicasia. Hoeveel leden heeft deze club? Nou, als je gaat kijken, men begint vanaf 5 jaar. Dat heet Wim Piri of T-Ball. Dan heb je coach aangehoord. Dan heb je minor, little, junior, senior. En de juvenil, dus de 17, 18. Dan praat je over 7 categorieën met gemiddeld 15 tot 20 kinderen. Dan praat je toch wel over 140, 100, 150 kinderen minimaal. 150 kinderen, ja. Per jaargang enkele tientallen, ja. Maar dan toch zoveel. Nou, bijvoorbeeld, welke namen kun je noemen van mensen die in het team van Nederland of Kingdom of the Netherlands hebben gespeeld? Dashanko Ricardo, Haile Stasia, Kurt Smith, Shahir Jurjens. Dan heb je de Simmons en Gregorius natuurlijk ook. Ja, Simmons en Gregorius en dan heb je Profar, Valentin. Dus dat zijn jongens die hier in hun jeugd gespeeld hebben. I think, let's say this. Since we play on the rocks, we get a lot of bad hops. So we kind of get used to it. And when we go to the States, it's all grass. And then you get a little bit of dirt in the infield. But, you know, that makes it different. Makes it easier for us, kind of. So since we play in all dirt, I think that's one advantage we have. Spartaanse omstandigheden zijn soms goed voor talent. Alleen een sliding maken op zand en kiezels, dat is onmogelijk zonder blessures op te lopen. We did. Yeah, we did. You know, it doesn't matter, because even on grass in the stage, you still get cut.
Hoe dan ook, de jongens van Curaçao zijn niet bang voor grondballen. En vier van de vijf major leaguers spelen op het binnenveld als tweede honkman of korte stop. Dat lijkt niet toevallig. Who's the best player on the field? It's shortstop, right? So we all want to be shortstop. We all want to be the best. I read that the teams wanted to contact you as a pitcher. Yeah. And you said, well, that's nice, but I'm waiting for the team that's gonna contact me as a shortstop. Is that really true? Yeah. That you turned down offers? Yeah. That makes us stupid. I did the same thing. You did the same thing. This is what I told him. Look, if I'm a pitcher, I'm only focusing on pitching. I'm gonna play once every 5 days. Yeah, that's the reason I did too. Yeah, like I really want to play every day. And if it doesn't work out playing every day, then I can make a switch, become a pitcher. But if I go a pitcher the first time, they will not give me a chance to go play shortstop. Should I look at it like? You want to be a central striker, and then Ajax comes and wants to give you a contract. They said, but you're going to be a midfielder. And then you say, no, I won't do that. I'll stay with the amateurs until Feyenoord offer me the central striker position. Hey, it's a risky, but you gotta go with it. Go with your guts, just like they say. We have a grote pool van binnenvelders. Er zijn ook een andere die onderweg zijn. Bijvoorbeeld, voor het eerst hadden we Daal gezien op een grote stage, zeg maar. Bij de Premier 12 en hij was gewoon de all-star van de toernooi. Korte stop. Dus hij heeft alleen maar A-ball gespeeld in Amerika bij Cincinnati. Maar de jongen is op een snelle weg naar de Major Leagues. Met een prestatie zoals hij heeft gedaan in Taiwan. En dan heb je Ozzano Albies, who de korte stop de starter was op de Futures game in Cincinnati dit jaar. Op het moment dat hij geblesseerd raakte, was hij ook de speler die de meeste honkslagen had. De hele minor league systeem in Amerika. Dus we zijn blij dat ze zo goed aan het presteren zijn. En dat zij ook een kans hebben om in de Major League te komen in de komende jaren. We zijn met onze camera het hele eiland rond gegaan op zoek naar baseballveldjes. En wat opvalt is, het licht vaak prachtig, maar gaten in de hekken, overal kiezels. Nou zei Didi Gregorius, die zei, dat helpt ons juist. Ja, dat is ook zo. I mean, als je nu kijkt, gisteren zaten we op een prachtig veld op Theodore Ball Park. Maar alleen 2 jaren terug was dat hele veld gravel. Dus je moest eigenlijk op grondballen moet je goed kijken hoe je ging vangen. En dan overal op het eiland heb je alleen maar 2 of 3 van die kunstgrasvelden. Dus al die andere velden zijn gravel en heel moeilijk om grondballen te vangen. Dus dat moet zo blijven eigenlijk? Om de talenten te laten blijven komen, hè? Op een gegeven moment moet je wel op upgraden, zeg maar. Maar nee, het is wel een manier waar je beter wordt om grondballen te vangen, echt waar. Toch is daarmee het honkbalwonder nog niet verklaard. Want 5 major leaguers uit Curaçao, dat is in verhouding hetzelfde als 300 uit België. They get the same percentage. Yeah. They don't play that much over there. Exactly. I don't blame them. Like, there's a couple countries that don't play baseball at all. So you can't blame them, because they have the better sport over there than they do. Right? You get my point. Yeah. I get your point, but let's say we're number one here in baseball. But they're number one there in soccer. In soccer, yeah. So it's a mixed match. So it's just different. But people play soccer here as well, right? Yeah, they do. Yeah. I think it's the second sport here. Jurickson, I've been told that Didi was actually a very good soccer player, almost as good as baseball. No, he is. Who's the better soccer player? You got him, you got Simmons, you got Scope, and Didi. He can play too, I can play, but... He likes basketball too big. More. Topatleten, in dit geval zoals een Didi, een Simmons, een Kenley Jansen. Dat zijn lui die als ze niks te doen hebben, is geen honkbal, gaan ze misschien een potje minivoetbal doen of een beetje basketballen om de tijd te doden. En zonder dat zij dat zelf beseffen, zijn zij andere spiergroepen en andere behendigheids oefeningen aan het doen die zij niet tijdens een honkbaltraining krijgen. En dat maakt je een atleet. Niet een honkbalspeler, maar een atleet. En dat is wat MLB tegenwoordig naar zoekt.
niet naar honkbalspelers, nee, naar atleten. Yeah, yeah, we can play football, you know. I even stopped one time with baseball when I was 13 years old and play football. But after that, I stopped it and play baseball. We still play football now, you know, because it's a good workout because you're gonna run 90 minutes. It's a good workout and we still do it and we're good at it. We're really good at it. Who's the best? I'm the best. But they good too, but I'm the best. Tja, dat moet hij wel zeggen, want Jonathan Schoop is van een andere club, Santa Maria. Vroeger speelde hij op Curaçao tegen zijn vrienden van Marchena en de jeugdcompetitie van het eiland. Nu komt hij op een heel ander podium tegen ze uit. Ja, yeah, it's exciting, you know, when I see them across on the other deck, I'm really happy, you know, because we play against each other in Marchena, Santa Maria, and now we play against each other in the Yankee Stadium, Atlanta Braves, Baltimore Orioles. It's like, wow, awesome, we did it, you know, it's like I lose word, you know. It's a lot of communication in games when you play against each other. No, it's not much because it's a lot of camera. It's not much. Before the game we talk, and after the game, if he asks me something, I ask him something. They're gonna say, yeah, you do this wrong and you do this right, you know. And then we try to help each other. But during the game, it's not much talking, you know. And before the game, is that texting banter? Yeah, a little bit. Yeah, a little bit. We text each other, you know, because we're excited to see each other and excited to talk our language, Papiamento. And, you know, excited to see each other. Na afloop van de profcompetities is het dan ook weer leuk om elkaar te zien. Dit keer in een ontspannen omgeving, zonder prestatiedruk. Maar de Curaçao Baseball Week gaat om meer dan alleen plezier. Ja, kijk, altijd aan het einde van het jaar proberen we een beetje terug te geven als professionele atleten die in Amerika spelen of overal in de wereld. En ja, de laatste paar jaren zijn we begonnen ook een beetje na te kijken om hoe we kunnen helpen om geld op te rapen om met belangrijke dingen te helpen op het eiland. En dat hebben we heel flink gedaan dit jaar met het oprichten van de stichting in mei. En dan ook samenwerkings getekend met de KNBSB gisteren. Dus wij hebben deze week plezier gemaakt en ook een soort of business week ook. Het contract wat getekend is tussen de KNBSB en de stichting hier op het eiland, wat is precies het doel daarvan? Wel, precies het doel is de ontwikkeling van onze jeugd en breed. Dus wij zijn een paar aantal mannen die prof spelen, maar het is een hele kleine gedeelte van het geheel. Dus we willen zorgen dat het geheel ook ontwikkeld wordt. En niet per se om prof te worden, maar ook zijn we hier bezig om jongens en meisjes naar school te sturen in Amerika en overal om te sporten. Dus je kunt eigenlijk kan tennissen of softballen of zwemmen of atletiek spelen. En ook nu, de meeste van de jongens die weggaan, zijn honkballers. Dus ja, voor mij is het geweldig dat wij zo bezig zijn in plaats van iedereen prof te krijgen. En dat lukt niet. Wat wel lukt is het inspireren van de jeugd. Door ze hun helden te laten ontmoeten en samen met ze te trainen. Bijvoorbeeld tijdens de twee clinics van de Curaçao Baseball Week. Het main event van de Baseball Week is een softbalwedstrijd tussen de profs en de amateurs van het eiland. En dat duel begint natuurlijk met het volkslied van Curaçao. Oh,
uitslag weet niemand meer, maakt ook niet uit. Samenspelen, daar ging het om. En dat kan tijdens de Baseball Week. En met het Nederlands team. Een bijzondere ploeg met spelers uit Curaçao, Aruba, Nederland, met amateurs en profs. Een ploeg die bij elkaar gehouden wordt door manager Hensley Meulens. De spin in het web. Nee, kijk, we hebben al de, ja, zeg maar de formule. Want het is, de volgende keer zal niet de eerste keer meer zijn. De laatste keer was niet de eerste keer meer. Dus iedereen weet wat ik verwacht van hen. Als ik de manager ben. We gaan als een groep spelen, we gaan als broers met elkaar omgaan. Dus zulke dingen als we nu doen, barbecue, doen we altijd samen. Dus we gaan samen eten, we gaan samen alle die leuke dingen doen. En we moeten zorgen dat we samen als een ploeg op het veld spelen. Dat is het meest belangrijkste. This is the best thing you can do if you play baseball. Play for the Dutch team with everybody together. You know, the Dutch, the Curaçao, Aruba, everybody together. And we go for one mission and trying to win it all. And hope we do it one time, we do it. In 2013 veranderde het Nederlands honkbalteam haar naam in Team Kingdom of the Netherlands. Dat doet recht aan de grote inbreng van internationals vanaf de eilanden. Maar toch is dat niet de reden dat de toppers uit Curaçao graag voor het team spelen. It's just a team. You can change so many names, but it's just a team. That's how the team gets together. It doesn't matter about the name. Like, we play for Netherlands with no problem. So, now there's Kingdom of Netherlands, it's still no problem, because it doesn't matter. Tijdens de Curaçao Baseball Week zijn niet alleen de toppers uit Amerika en Japan en manager Hensley Meulens aanwezig. Ook het kader van de Nederlandse Honkbalbond is present. Een goede gelegenheid dus om de klokken gelijk te zetten voor wat betreft de sportieve doelstellingen in de komende jaren. Nou, de ambitie die we hebben als bond, en dat is richting de Olympische Spelen. We gaan ervan uit dat honkbal straks een Olympisch sport gaat worden. En we hebben de lat hoog gelegd. We gaan voor een Olympische medaille. En niet zomaar heen, we gaan voor goud. Tja, goud in 2020. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Want dan moet er ook gewonnen worden van gerenommeerde honkballanden als Japan en Amerika. En dat is misschien niet zo realistisch. Yeah. Why not? Why not? Sure. We came far, and they came far in 2009. They came far in 2013. So why not? Niks is overdreven, want voor mij, ik heb drie van deze ringen. Dus kampioen van de wereld, ja. Dus ik ga altijd voor de kampioenschap. Ik wil nooit dus alleen maar deelnemen aan een toernooi, want anders blijf ik thuis. Als ik mee ga doen, dan wil ik altijd winnen. Die gouden medaille is binnen, daar rekenen we op. Maar het honkbalgoud hebben ze op Curaçao al eerder ontdekt. Op die stoffige veldjes. Yeah.